أي حركة يتحرك بها المصلي في صلاته تندرج يمكن أن نصلف هذه الحركة أو نحكم عليها بحكم من الأحكام التكليفية الخمسة. Elke beweging die iemand maakt tijdens het gebed, die valt onder een van de vijf regelgevingen die ze de ahkam al-khamsa noemen. De vijf regelgevingen waar iets aan gebonden kan zijn. De eerste bewegingsvorm is de verboden bewegingsvorm. En dat is continue beweging in het gebed zonder enige aanleiding. الانحراف الكثير عن القبلة. Veelvuldig afwenden van de richting van de qibla. الضحك، الأكل، الشرب. Eten, drinken en lachen. الثاني الحركة المكروهة. De afkeurenswaardige beweging. Dat is de tweede soort. De afkeurenswaardige beweging tijdens het gebed. حركة قليلة يسيرة لكنها لغير حاجة. Het is een kleine vorm van beweging of een kleine aantal van beweging, maar ook zonder enige aanleiding of reden. نعم. الثالث حركة مباحة. De derde is toegestaande beweging tijdens het gebed. Dat is de bewegingsvorm die, waar een reden voor is, of een noodzakelijke reden voor is. Iemand die bijvoorbeeld in het gebed staat en zijn bril valt van zijn neus af, of iets van geld valt uit zijn zak en hij vreest voordat het gestolen wordt of weggenomen wordt, dan mag hij een kleine beweging daarvoor maken om het te pakken. De aanbevolenswaardige vorm is de vorm. إذا لم يتحرك الصلاة صحيحة وإذا تحرك كانت الصلاة أكبر وأكثر في الأجر كسد الفرج حركة مستحبة. Het is een aanbevolen vorm van bewegen. Zou hij deze beweging niet maken, dan is zijn beloning daar veel meer in. Zou hij die beweging wel maken, dan doet dat hem niks tekort in zijn beloning van het gebed. نعم. الخامس حركة محرمة. حركة واجبة. De vijfde is de verplichte bewegingsvorm tijdens het gebed. هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. إذا تحرك كانت الصلاة صحيحة. وإن لم يتحرك فالصلاة باطلة. وجدت على طاقية نجاسة. وجب علي أن أزيل هذه النجاسة. حركة واجبة. إن لم أتحرك كانت الصلاة باطلة. Ja, de vijfde vorm is de bewegingsvorm die verplicht is. En dat is de bewegingsvorm die noodzakelijk is dat het gebed als rechtsgeldig wordt beschouwd. Als men deze beweging niet zou maken, dan zou zijn gebed misschien ongeldig worden gemaakt. Wallahu a'lam.